Vierhoutvrienden, mijn naam is Jelle van Vierhoutwinkel en in deze video ga ik je laten zien hoe je de klem bestelt van een vierhoutbrommer. Nou, welke gereedschappen hebben we nodig voor deze klus? Ik heb altijd een ratel met dopje 17. Daarbij komt een verlengstukje met dopje 14. Een platte schroevendraaier, het liefst met een breed bekje. Een klepstelsleutel. En tenslotte twee voelenmaatjes in 0,05 mm en 0,10 mm. Dat zijn de maten die we nodig hebben vandaag om de kleppen te kunnen stellen. Om te beginnen verwijderen we de inspectiedoppen van het vliegwieldeksel, zoals dat bij deze Skyteam DAX het geval is. Heb je een 6 volt bromfiets, dan zou je even het hele vliegwieldeksel moeten demonteren. We gebruiken een platte schroevendraaier, zodat we de inspectiedoppen niet beschadigen. Dan pakken we de ratel met dopje 17 om de twee kleppendeksels te demonteren. Zorg altijd dat je je ratel alvast zo instelt dat hij dus tegen de klok in kracht zet. Tegen de klok in kun je namelijk je klepdoppen losdraaien en hoef je er straks niet meer over na te denken. Nou, geef hem even een zet en daarna kun je met je hand makkelijk de klepdop losdraaien, omdat hij relatief grof schroefdraad heeft. En denk er altijd aan om te gaan kleppen stellen met koude motor. Nou, heb ik de klepdeksels er beide af, dan vervang ik dopje 17 voor mijn verlengstukje met dopje 14. En die zet ik op het gat in de vliegwieldeksel. En daarmee valt dopje 14 precies over de moer van de krukas. En kan ik het punt op gaan zoeken waarbij ik de kleppen kan gaan afstellen. Ik draai altijd net zo lang totdat ik de inlaatklep naar binnen zie gaan en weer terug zie komen. En daarna kijk ik in het bovenste inspectiegat van de vliegwieldeksel totdat de T van de vliegwiel overeenkomt met het merkteken van het motorblok. Dat is namelijk het juiste punt om de kleppen te gaan stellen. Zou je 360 graden verder draaien, dan heb je precies dat de kleppen aan het tuimelen zijn en dan staan ze eigenlijk te strak. Want op dat moment worden de kleppen bediend door de nokkenas. Ik laat het hier eventjes zien vanaf boven. Dus ik draai met mijn ratel aan het vliegwiel totdat de inlaatklep naar binnen gaat. Dat is nu het geval. Dan komt hij weer omhoog. Ploep. En vanaf daar ga ik de T opzoeken in het inspectiegat. Staat hij dan op T, dan weet ik dat ik kleppen kan gaan stellen. Ik draai dus heel iets verder met aan het vliegwiel. Totdat ik de T zie verschijnen in het inspectiegat. Nou, dat is hier het geval. En nu kan ik dus gaan beginnen met het stellen van de kleppen. Oké. De krukas die staat nu goed. Dan ga ik nu kijken naar de speling van mijn klep. Het is heel belangrijk dat ik even controleer hoe die speling nou precies zit. In deze richting wil ik de speling afstellen. Maar de zijwaartse richting, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus het gaat echt om de speling in de richting van de zuiger en de cilinder, zeg maar. Dat die wat heen en weer wiebelt is geen enkel probleem. En meestal kan ik met de hand al een klein beetje de speling van de klep voelen. Voel ik helemaal niks, dan staat de klep waarschijnlijk te strak. Met mijn 0,05 mm voelenmaatje controleer ik de klepspeling. 0,05 mm voelenmaatje moet er precies tussen passen. En dat lukt in dit geval net. Ik moet hem een klein beetje meehelpen, maar dan krijg ik het voelenmaatje wat tussen het afstelboutje en de klep. Dus in dit geval gaat het prima. Ter controle pak ik het 0,10 mm voelenmaatje en ga ik nogmaals controleren. Nou, de klepspeling moet tussen de 0,05 en 0,10 mm zijn. Dus in principe mag deze er niet meer tussen passen. En het 0,05 voelenmaatje past er dus wel. Laten we het even gaan testen. Dus ik pak hem. Hij is een beetje bijgebogen, zodat ik er makkelijk bij kan. Maar ja, wat ik ook probeer, ik krijg dat voelenmaatje er niet fatsoenlijk tussen.
En dat is in dit geval dus geen enkel probleem, want de 0,05 mm past er wel. Dus in dit geval staat mijn klep goed gesteld. Maar deze video is natuurlijk niet zo handig als we niet even uitleggen hoe je ze dan wel zou moeten afstellen. Dus daarvoor pak ik mijn klepstelsleutel, die bestaat uit twee delen. Het deel met het handvat gebruik ik om het borgmoertje mee los te draaien. En het binnenste deel kan ik gebruiken om het stelboutje mee te verstellen, terwijl ik met het handvat het borgmoertje op zijn plek hou. Nou, hoe gaat het dan in zijn werk? Ik zal het even laten zien. Ik pak het handvat en het binnendeel bij elkaar en ik plaats het handvat over het borgmoertje. Het stelboutje hou ik, terwijl ik het borgmoertje losdraai, hou ik het stelboutje op zijn plek. Dat zie je met mijn linkerhand. Het borgmoertje is nu los. Draai ik met mijn linkerhand tegen de klok in, dan komt het stelboutje verder naar buiten, dus krijg ik de klep meerspeling. Draai ik hem naar rechts met de klok mee, dan komt hij strakker te staan. Nou, als ik ongeveer weet hoe ik de klep moet afstellen, hou ik mijn linkerhand met het stelboutje vast en borg ik het borgmoertje met mijn rechterhand. Daarna ga ik opnieuw meten met mijn voelenmaat hoe de klep is afgesteld. In dit geval heb ik weer de 0,10 mm, die mag niet passen. Nou, ik heb hem nu blijkbaar wat losser gesteld. 0,10 mm die past nu. Dat is eigenlijk te ruim, dus wat ik moet doen, ik moet het borgmoertje weer losdraaien en het stelboutje weer een stukje naar binnen, zodat het 0,10 mm voelenmaatje straks niet meer past. Dus ik hou mijn linkerhand op zijn plek. Met mijn rechterhand draai ik het borgmoertje los, zodat ik het stelboutje straks kan verstellen. Nu draai ik met mijn linkerhand het stelboutje een klein beetje naar binnen, zodat ik de klepspeling weer wat kleiner maak. En daarna borg ik hem weer met mijn rechterhand. Zo, en nu zit hij weer vast. Dan ga ik even met mijn voelenmaatjes controleren wat de speling nu is. Ik pak even mijn 0,05 mm voelenmaatje en die moet tussen de klep en het stelboutje passen. Nou, die krijg ik er op zich prima tussen. Dus kan ik daarna weer gaan kijken of een 0,010 mm past. En die mag niet meer passen, want de speling moet tussen de 0,05 en de 0,10 mm zijn. Nou, 0,10 mm past er niet, dus nu weet ik zeker dat mijn klep goed is gesteld. En mijn klep was al goed gesteld. Ik heb hem daarna iets losser gemaakt voor de instructie. Daarna heb ik hem weer wat strakker gesteld en nu is die in orde. Nou, tot slot kunnen we dan verder gaan met het monteren van de klepdeksels. En in principe maakt het niet zoveel uit of je nou de inlaat- of de uitlaatklep stelt bij deze motorblokken. Zorg gewoon dat het tussen de 0,05 en 0,10 mm zit en dan zit je goed. Nou, de klepdoppen zitten er alweer op en nu monteer ik de inspectiedoppen. Zowel de klepdoppen als de inspectiedoppen moet je gewoon handvast vastdraaien. Niet veel te strak, want ze zijn redelijk gevoelig voor afbreken omdat ze van aluminium gemaakt zijn. Dus doe dat even voorzichtig. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je nog geen klepstelsleutel of voelenmaatjes? Ga dan even naar www.viertaktwinkel.nl en daar vind je alles wat je nodig hebt. Vond je dit een interessante video? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en blijf op de hoogte van al het nieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.